Ja, ik heb nog een andere vraag aan de heer Hermans. Er is net sprake van 12.000 extra verpleegkundigen die erbij zouden komen. Het zou prachtig zijn. Maar hoe komen die er? Een deel daarvan, dat moet toch echt komen van diegenen, van huisvrouwen die straks een tweede carrière willen maken. Die ouder dan 30 zijn en dan aan de slag willen. Die krijgen van dit kabinet nauwelijks de mogelijkheid, omdat als ze een verpleegkundeopleiding willen gaan doen, dan zullen ze daar de volle MEP van moeten betalen. En wat heeft daar de toenmalige voorzitter van het MKB over gezegd? Desastreus beleid. Dat was de heer Hermans. En ik vraag hem, wat gaat hij doen als die maatregel in de Eerste Kamer komt? Het is toch wel goed dat hier mensen staan die straks echt gekozen kunnen worden. Dat zijn namelijk deze drie, zij namelijk niet. Maar het is toch u wel even aardig. Gekozen worden. Kort antwoord op de vraag en dan ga ik nog even naar meneer Brinkman. Het punt waar het om gaat, dat is, het gaat om de zogenaamde 13-plus maatregel. Het belangrijkste die 13-plus maatregel is dat er mogelijkheden zijn, ook voor werkgevers, om te zorgen dat er een stuk bijdrage komt die mensen aan de arbeidsmarkt toe te halen. Het belangrijkste blijft altijd, dat is namelijk de wet van middelbare afdracht. Ik weet niet of je dat weet, maar zo werkt dat. En dat betekent dat als men dus wil gaan, als een opleiding wil gaan volgen, dus ook mensen in de zorginstellingen die steun kunnen krijgen om toch die opleiding te gaan volgen, om daarmee ook daadwerkelijk terug te kunnen keren op de arbeidsmarkt. Het waren beter geweest als wij die maatregel van de 13-plus op een andere manier hadden ingevuld. Maar daar komen we nog over te spreken. Het waren beter geweest, dat is dus een ander woord dan desastreus. In de Graaf, tot slot, kort. Ja, ik vind dat meneer Cohen vooral hele grote woorden spreekt van nu desastreus. Maar u heeft zelf die keuze dat eerder niet gezegd. U zei het woord desastreus net. Ik citeerde de heer Hermans. Oké, prima. Maar u was het daar volgens mij redelijk mee eens.